Een aquarium. Je hebt er vast meerdere in je leven mogen bewonderen. In dierenparken, restaurants en zelfs in grottenstelsels. Je kunt ze overal vinden. Ze bieden een wereld waar je uren naar kunt zitten staren, want in elk hoekje kan er wel een leuk diertje zitten. Dan zou het toch fantastisch zijn er één in huis te hebben? Maar hoe pak je de aanschaf van een modern, sfeervol en eigentijds aquarium het beste aan? Wie ons daar meer over kan vertellen is Wilco Piest van Asaqua in Steenwijk. Ik denk dat het belangrijk is bij het aanschaffen van het aquarium dat het aquarium niet te groot is. Daarbij ook dat het op een goede plek in de woonkamer komt te staan. Dus een mooie rustige plek waar geen kinderen langs rennen of openslaande deuren. En dat kan stress opleveren bij de vissen. Ook mooi is om het op een mooie donkere plek in de woonkamer neer te zetten. Dus niet met direct invallend zonlicht. Ja, als je het aquarium dan ook nog van alle kanten in de woonkamer kunt bekijken, dan is dat natuurlijk dubbel genieten. Ik denk dat we allemaal wel het Hollandse gezelschapsaquarium kennen, waarbij de planten gerangschikt staan eigenlijk een beetje op dezelfde manier zoals we ook onze tuinen inrichten. Bij Aquascape ligt het net even anders en ligt de inspiratie meer in de natuur. Wordt het meer het nabootsen van landschappen, maar dan onder water. Ja, die stijl van aquarium inrichten is wereldkundig gemaakt door Takashi Amano. Die is een Japanse fotograaf, die heeft de hele wereld overgereisd, veel natuurgebieden bezocht. Nou, op zijn reizen, al die inspiratie die hij heeft opgedaan, heeft hij vertaald naar zijn aquariums. Daar heel veel foto's van gemaakt. De boeken die hij daarbij heeft gepubliceerd, ja, die hebben echt wereldwijd heel veel indruk gemaakt. Dat is eigenlijk een beetje het begin van het aquascapen geworden. Bij het maken van een aquascape is het al eerst belangrijk dat je genoeg en voldoende inspiratie hebt. Het wordt een natuurlijk geheel, dus natuurlijke decoratiematerialen zijn daarbij heel belangrijk. Een goede bodem is daarbij ook belangrijk voor goede plantengroei, voor goed biologisch evenwicht. En heb je die materialen bij elkaar gezocht, dan kunnen de planten daaraan toe worden gevoegd en kan het aquarium worden ingericht. We kennen denk ik allemaal wel het standaard aquarium waarbij een lichtkap op het aquarium zit. Een open aquarium heeft gewoon veel meer uitstraling naar de ruimte toe. Je komt op een andere manier in contact eigenlijk met het aquarium. Daarbij is wel het nadeel dat de techniek wat meer in het zicht is. Dus de techniek moet er dan ook mooi uitzien en moet er functioneel zijn. Ook de LED-verlichting is erg belangrijk, dat de planten er goed uitzien en dat alle kleuren goed te onderscheiden zijn. Maar wat ook natuurlijk heel erg belangrijk is, is dat de planten goed groeien. Nou, eigenlijk kun je alle aquariumproducten wel op internet bestellen. En je kunt daarbij denken aan de filters, de plantenvoeding, de verlichting, maar ook de aquarium zelf en de aquariumplanten is geen enkel probleem om dat per post te gaan versturen. Een aquarium is natuurlijk altijd in ontwikkeling en je wil natuurlijk altijd dat die mooi eruit blijft zien. Algjes zullen gaan groeien, die kun je met een krabbertje van de ruiten afhalen. De planten zullen gaan groeien, dus die kun je mooi met een schaartje weer in model snoeien. Het water moet even regelmatig ververst worden. Filterbuisjes zullen misschien ook een beetje vuil raken, dus die kun je met een klein borsteltje van binnen weer schoonmaken. Ja, en als dat weer picobello is, dan is het weer lekker genieten van het aquarium. Mooi om te zien hoe je een eigen aquarium opbouwt.